Trap van Joop Hiele in de vierde minuut van de tweede helft. Tegengehouden door Jonker, Tol. AZ speelt inmiddels met Kees Kist in de spits als vervanger voor Welzl. Groenendijk. Spelbos wint van Katsoor in de lucht. Van Deinzen. Komt ver. Jan van Deinzen komt heel ver. Moet terugleggen, want is links. En weer laat Feyenoord de kans liggen. Terwijl Budding toch op zijn vingers kan natellen dat die bal bij hem zal eindigen. Ingooi van Henk van Rijnzoeken. Nygaard. En weer de man met het lange blessureverhaal. Nygaard. Peters. Met Spelbos komt. Kist kan eerst, ja, kan... Het is zijn eerste kans om te schieten en het is prompt raak. Leuker kan het allemaal niet voor Kees Kist. Ingekomen in de tweede helft voor Welzl. De eerste keer dat hij mag schieten is het meteen heel erg zuiver raak. 2-1 voor AZ. Spelbos. 2 minuten na het doelpunt. Kist. Tol. Pier Tol, schitterend gedaan hoor. Dat vrijmaken dan. Foutje Metgod. Overtreding Budding. Nee, geen overtreding van Budding. Geurts heeft een heel andere uitleg waarop allerlei mensen stonden te wachten. Resultaat is een vrije trap voor Feyenoord. Notte wil, van Deinze loert of er ook voor hem nog iets te beleven valt. Notte tegen de paal. Buiten bereik Treytel. Van der Meer, natuurlijk helemaal vrij. Er is iets met de organisatie bij Feyenoord achterin. Peters, van der Meer. Ja, dan krijg je toch een beetje onzekerheid. Net heeft hij gehoord dat hij niet zelf mag schieten. En hij verdient wel een nieuwe hoekschop. Arntz, weer niemand die eigenlijk echt goed oplet. Vandaar dat AZ daar gewoon voorin blijft. En een doelpunt van Nygaard via. Ja, het is terecht. Als Feyenoord er dan niet inslaagt om een beetje orde op zaken te stellen, dan moet het zomaar. 3-1 voor AZ. Ingooi van Feyenoord, Groenendijk nu. Peters moet klimmen, Treytel zit mis. Hoekschop. De Leeuw. Of Budding natuurlijk. Wijnstekers, Groenendijk komt. Daar is er. Treytel redt. En Geurts geeft buitenspel, tot mijn verbazing. Vrije trap genomen wegens buitenspel. Bart de Leeuw. Notten. Van Deinzen. Van Rijnsoever kopt. Notten glijdt uit. En een nieuwe counter voor de AZ. Het moet toch een keer kunnen, zou je zo zeggen. Tol is er namelijk ook. Wist Peters. Tol, heel knap aangenomen. En inderdaad, 4-1 door Pier Tol. Daar waar het eerder nog niet helemaal lukte, is het nu dan prijs. 4-1 voor AZ, 33e minuut. Katsoor. Groenendijk natuurlijk. De kans nog voor Feyenoord. Zijn het. Kessler zegt, nog 3 minuten. En dan is het feest. Nygaard. Wijnstekers. Peters. Jan Peters. Tol. Buitenspel was dat van Tol. Peters had zelf gewild, maar het wordt gewoon nu afmaken. Dit mocht ook. Peters bleef achter de bal. Wat doet het er ook eigenlijk toe?
5-1 is de stand voor Jan Peters, die nog wel graag zelf even wilde. En hier dan de voldoening haalt. Het vijfde doelpunt van AZ in de Kuip is Feyenoord ook nog eventjes heel erg neergezet. Dan krijg je dat hier en daar nog iemand zelf een eigen triomf wil halen, zoals Metgod. Hij heeft gekeken hoe ver het nog was. Hij heeft 7 mijlslagen. Hij ziet Kist. Ja, hij moet hem nu benutten. Arntz, Metgod achter het doel. Anders stond hij buitenspel. Jonker. Nogmaals, hier en daar wil iemand zelf nog even. Jos Jonker dan. Het hoeft niet meer. AZ is kampioen van dit seizoen. Hans Eikenbroek, Georg Kessler, dat zijn de trainers van de winnende formatie dit seizoen. AZ, dat overigens terecht dat kampioenschap pakt voor een bijzonder constante reeks prestaties. 24 overwinningen, 3 gelijke spelen, slechts eenmaal een nederlaag tegen Ajax. En florissante doelcijfers, 84-22. Mede na dit duel, de confrontatie tussen nummer 1 en 2, AZ kampioen. Thank you.